Welkom bij de introductie van de nieuwe Romea-ketel, de Calenta Ace. Zoals u ziet staan, is de voorkant, de mantel, wat vernieuwd. Heeft een andere uiterlijk gekregen. En is voorzien tegenwoordig ook van magneetsluitingen. En wat gelijk ook opvalt, dat is dat we ook een nieuw display erin hebben zitten. Standaard voorzien van tijd. Maar als je eventjes een van de knoppen indrukt, dan zul je zien dat je en de temperatuur krijgt afgewisseld met de druk. Verder in kleinigheid, de vernieuwde aan-uitknop. En ook niet onbelangrijk hier aan de voorkant een aansluiting om direct eigenlijk onze connect te maken met onze service app. De service app, denk ik bij de meesten van u wel bekend, kan nog steeds aan de zijkant gehangen worden. En op dit moment direct ook hier aan te sluiten in het frontpaneel van de ketel. De ketel is voorzien van de nieuwe elektronica platform. Het elektronica platform is universeel en gebruiken we voor wandketels, grote ketels, maar ook voor de warmtepompen. Dat betekent dat voor iedereen het eigenlijk bekend is hoe je er straks mee om moet gaan. Verder hebben we afgewerkt eigenlijk met een kap, zodat je hem niet meer direct bereiken kunt. En daarvoor in de plaats hebben we hier eigenlijk een mooi klein kastje gemaakt waar alleen maar aansluitklemmen nog in zitten. Dus geen kans meer op beschadiging van de elektronica terwijl je wat aan moet gaan sluiten. Het meest opvallende zijn eigenlijk de nieuwe hydroblokken. Deze zijn van Missing. En doordat we een nieuw complete redesign moesten gaan doen, hebben we een aantal zaken meegenomen, zoals bij wijze van spreken de pomp. De pomp die hebben we iets gedraaid. Waarom? Zodat je eigenlijk aan de rechterkant er wat beter bij kan komen. Verder is het zo dat als je erachter kijkt, daar hebben we een driewegklep zitten. Voor de velen de bekende. Eigenlijk helemaal afkomstig uit onze Avanta-serie. Het is een lookalike, dat wil zeggen dat het niet exact dezelfde is, maar we hebben wel dezelfde technieken erin gebruikt. Daarnaast hebben we ook nog de warmwatersturing zitten. Ook dat lijkt een beetje op de Avanta. En waarom? Men had daar eigenlijk altijd het hele enthousiasme zitten dat er een rood ledje op zat wanneer je warm water ging tappen. Nou, dat zit hier ook op. Alleen, het is niet een switch, maar het is hier echt een sensor die daarin zit. Om de stabiliteit van het warm water nog te perfectioneren, hebben we gekozen in het linker hydroblok, helemaal rechts onderin, om daar nog een sensor op te nemen. Dat betekent dat we echt op de tapwatertemperatuur stoken. Verder is het zo dat opvalt dat er zwarte metalen leidingen in zitten. En dat zijn leidingen die eigenlijk voorzien zijn van een KTL-coating. Zodat we eigenlijk omgeven een hele goede overdracht ook krijgen van het water op de verschillende onderdelen. Verder is er een grote verandering doorgevoerd en dat is eigenlijk onze warmtewisselaar. De warmtewisselaar die is voorzien van een oppervlaktebehandeling. En dat betekent eigenlijk voor u als instructeur best wel iets anders dan wat u gewend bent. Het is namelijk een wisselaar die je namelijk niet meer mag reinigen. Je moet er niet met een reinigingsmiddel in, je mag er niet met perslucht erheen, chemische middelen, een stofzuiger, niets. Dat is ook niet nodig om dat te doen. Dat wil niet zeggen dat er geen onderhoud is. Onderhoud moet er nog steeds gebeuren. Dat betekent nog steeds dat u de brandendeksel eraf zou moeten halen, de branden eruit halen, de pakking vervangen, de branden reinigen en uiteindelijk op een gegeven moment alles weer keurig netjes samenbouwen. Dus het onderhoud blijft hetzelfde als wat we gewend zijn, alleen ja, de warmtewisselaar niet aankomen. En dat is wel een belangrijk item. Dan zeggen vele mensen wel eens van, goh, het lijkt wel dat er veel meer ruimte in de ketel zit. En dat komt omdat er een nieuwe isolatie in zit. Isolatie met een witte kleur, waardoor je eigenlijk heel veel meer ruimte in het toestel krijgt, optisch gezien. Nou is er ook wel een klein beetje meer ruimte, want hij is 3 centimeter dieper geworden. Maar dan nog alleen de kleur maakt het uit dat je optisch gezien eigenlijk een idee krijgt dat er veel meer ruimte in het toestel zit. Aan de linkerzijkant een mogelijkheid voor het inbouwen van eigenlijk een grote uitbreidingsbox. En die uitbreidingsbox, daar hebben we heel veel mogelijkheden, ook voor de toekomst gezien, om allemaal printen in op te nemen. Denk bij wijze van spreken aan kaskaderegelingen, groepenregelingen en dergelijke. Dan nog even een paar algemene aardigheidjes die heeft. Zoals je ziet, we hebben een nieuwe ophangbeugel. De ophangbeugel altijd even voorzien van de waterpas. Want ja, je moet een waterpas hangen en het is altijd lastig om met een eigen waterpas te doen. Dus in dit geval keurig netjes erin, netjes waterpas hangen en de ketel hangt altijd goed. Alleen, de ketel past er niet meer op. Wees dan even verstandig, haal hem eraf en geef hem bij wijze van spreken aan de klant als aardigheidje. Het volgende wat we zien, is ook dat we rooggasaansluiting, 80-80, hebben we altijd eigenlijk al gehad. Alleen standaard ligt nu ook bij de groothandel de 60-100. En de voorkeur geniet eigenlijk om hier steeds meer verder naartoe te gaan in het kader van de veiligheid. Want koolmonoxide, het is een heel belangrijk item en dat kunnen we hier natuurlijk ook prachtig mee voorkomen. En last but not least hebben we nog één ding en dat hoort natuurlijk bij een hele moderne ketel. En dat is natuurlijk een volledige automatische bijvulinrichting. En heel veel mensen die dat dan horen zeggen, ja, dat is leuk, maar voor hetzelfde geld hebben we straks het hele huis belang staan. Nou, wees niet bevreesd, dat gebeurt niet.
Hij zal keurig netjes bijvullen naar de ingestelde waarde die u hebt gedaan. Alleen als het binnen 3 maanden blijkt dat hij weer bij moet vullen, dan gaat hij dat echt niet doen. Dan gaat hij een melding maken. Want zo intelligent is hij wel. Dan zegt de instructeur, kom nu maar even kijken, want iets klopt hier niet. En last but not least, maar toch wel een heel belangrijk item op dit moment. Onze ketels zijn geschikt voor alle gaskwaliteiten die we in de toekomst nog zullen gaan krijgen. En of het nou de G+ gassen zijn, propaangas, of gewoon onze fossiele brandstof met aardgas. Alles is mogelijk. En dat maakt Calenta Ace juist zo uniek.